Nee, dit wisselt gewoon. Elke keer als je op dit knopje drukt, dan komt er een andere outfit. Yo mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe skyblock van een Dodo. Ik hoop dat jullie een beetje zin hebben. Ik zoek altijd voor jullie de tofste skyblocks uit. En die gaan wij bekijken. En dat gaan wij nu ook doen. Wij zijn op het eiland van... Sir Stinky. Mr. Stinky. Dit is zijn oude eiland trouwens. Dit is op de skyblock 1 uit mijn hoofd. Dus die nog op 1.8 was. Maar ik dacht het is gewoon leuk om toffe skyblocks te zien. Maakt niet uit of het nou per se 1.9 is of 1.8. En daarom dacht ik ga hier langs. Want hij heeft echt een heel groot eiland. En wat voornamelijk wel heel tof is. Is dat hij het een beetje in jungle stijl heeft gedaan. Zoals je kan zien zit hier een... hoe heet het nou? Een brug. En gaan we eigenlijk gewoon lekker een beetje het eiland ontdekken. Vind je het nou leuk? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. Dat is altijd gewaardeerd. En helemaal voor een duimpje omhoog. Ik ben vandaag jarig als jij dit kijkt. Ik ben op 21 mei jarig. Mocht je het leuk vinden om te weten. Dit is de dag van tevoren opgenomen. Vandaar dat ik nog niet jarig ben. Maar morgen ben ik echt oud, jongens. Je wil niet weten. Je wil niet weten. Kijk, ze hebben hier allemaal spullen. Goed, ze hebben wel echt heel veel spullen. Een lekkere poisonous potato. Lekker hoor. Oh. Wat? Hoe kom ik aan al die carnavalkleding? Huh? Oké, dat is vreemd. Die snap ik niet. Wat de heck? Heeft iemand die gewoon van me aangetrokken of zo? Het ziet er wel leuk uit. Of misschien heb ik het zelf gedaan. Het zou ook kunnen. Dit is in ieder geval een kleine opslag. Superleuk gedaan. We hebben hier nog... waarschijnlijk waren hier in het begin alle fornuizen. Waar alles werd gebakken. Ik vind het wel heel tof dat ze het echt, zeg maar, hier een beetje een dingetje ernaast hebben gedaan. Het zijn gewoon die details, dames en heren. Dat is gewoon leuk. Dat is leuk. Die ga ik ook onthouden voor mijn survival. En hierboven heb je dan nog de hoe heet dat? De brug. Oh, die zit nog hoger. Hoe kom ik dan daar? Wil ik via de vines? Oh my god, het is echt jungle. Het is een avontuureiland. Ik kom alleen niet hoger. Ja, ja, lekker. En hier zit nog een luchtvaartbootje. Een, hoe heet dat? Een luchtballon. En waar brengt de andere kant ons? Gewoon weer op de grond eigenlijk. Niet heel spectaculair. We gaan even hier overheen om te kijken wat hier is. Oh, mensen zijn er net achtergekomen dat ik online ben. Uh-oh. Gewoon niet zeggen. Als ik gewoon stil ben, valt het vast niet op dat ik online ben. Herp derp. Oh, ze hebben hier een winkeltje gemaakt. Dat is wel nice. Oké. Gewens. Ik hoor je allemaal. Ben even aan het opnemen. Hupsakee. Zeg maar hoi. Dat had ik nooit moeten zeggen. Want nu gaan mensen hoi zeggen. Ai, 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 ai. Even kijken, hier is ook nog een meertje. Het Elita meer. Kijk nou, maar je hebt gewoon een eigen meer. Dat is wel dope. Dat is wel nice. Ik vind het ook wel echt een leuk meertje. Het heeft echt een goede vorm. En we zijn op zulke gigantische skyblocks geweest. Dat het gewoon bijna niet meer opvalt hoe groot dit eigenlijk is. En hoe mooi qua natuur dit is gedaan. Want ja, je komt natuurlijk gewoon op een stuk land. En je moet het maar zelf gewoon zo mooi maken als dat het hier bijvoorbeeld is. Nou, ik zie hier spawners. Is niet heel bijzonder. Echo, een kleine verrassing voor jou. Het is fucking vet. Nou, Echo, we gaan even kijken. Echo is ook een champion. Oh, kijk nou. De kleding. Echo's kledingkast. Klik hier. Hij heeft een eigen kledingkast. Man, dat wil ik ook. Maar ik ga in die van Echo kijken. Ik moet daar klikken. Huh? Oh, what? Nee, dit wisselt gewoon. Elke keer als je op dit knopje drukt, dan komt er een andere outfit. Nee, dat kan echt niet hoor. Dat is echt heel bizar. Dat is echt heel bizar. Wauw, dat heb ik nog nooit gezien. Dit is een automatische kledingkast of zo. Jeetje, wat vet gedaan. Oh, ik moet niet naar beneden vallen. Dat is echt heel dope gedaan. Wauw.
Oh, dat soort dingen moet ik ook gaan krijgen. Wat heeft hij hier dan? Hier heeft overal heeft hij van die trapdoors waar je langs kan. Maar waar brengt het ons heen? Huh? Naar een badje. Lekker, lekker. Spatter, spatter. In het butter, butter. Met mijn clown pakker, pakker. Super gezellig. En hier heb je nog een villager. Spawner. Spawner. Wij gaan verder naar beneden. Want er is nog een hele benedenverdieping. Waar we ook nog even heen gaan. Mijn broer is staf. Oh, dat is nice. Mijn tweede persoonlijkheid is eigenaar. What? Wat is dit? Een dropper. Met twee schapen. Oké. Wat? Moet ik dit hakken of zo? Ik denk het. Het lijkt op een soort van machine. Maar hoort die schaap hier? Heeft hij hier iets mee te maken? Volgens mij niet. Maar hij staat er zo random bij. En hier ook de kip. What the heck doen jullie allemaal? Rare beesten. Oh, hier mist er een stukje. En dat is wel nodig, want daaronder ligt iets. Ik kan misschien maar beter even in game mode creative gaan. Game mode creative. Hupsakee. Want als ik dan val... Oh, dit was een farm volgens mij. Dan ga ik in ieder geval niet door. De wall of donaties. Nummer 2 is Lars Olivier. Nummer 3 is Jurert. Maar wie is nummer 1? Weet je wat? Ik weet wel wie nummer 1 is. Nummer 1. Oh, die kan ik er niet bij zetten. Nummer 1. Deadly Dodo. Dodo. Nummer 1 is Deadly Dodo. What? Sick, jou. Beetje trollen natuurlijk. Nee, ik zal niet te veel trollen. Oh, en hier hebben ze ook nog een hele shop. Jeez, dat is groot. Dat is veel. En hebben ze hierboven ook nog iets gemaakt? Ja, een opslagruimte. Altijd handig. Want anders is het zo'n zooitje beneden. Kijken waar we heen moeten. Wat ik wel heel vet vind trouwens, is dat hij al die vines hier via de zijkant heeft. Dat geeft echt een heel vet effect. Oh my god. Daar moet je niet in vallen. Let's not do that. Maar kijk, je hebt echt gewoon... Alsof het lijkt alsof het is afgesloten. Maar volgens mij kan je er wel doorheen. Ja, je kan er gewoon doorheen. Dus het geeft het gevoel dat het is afgesloten. Maar in werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Super nice gemaakt. Zit eronder nog iets? Nee, dat... Dat was hem daar. Hier heb je wel een hele farm eromheen. En ja, volgens mij hebben we boven ook wel alles gezien. Klopt dat? Klopt dat, Wouter? Moet je misschien... Oh, kan ik er onderdoor vliegen? Yes, I can! Ja, we hebben op zich wel alles gezien. Hier is gewoon een... Oh my god. Ik dacht even dat ik opgeblazen ging worden. Maar er zit gewoon een spawnertje. En hier heb je het eilandje. En hier... Oh. Wat is dit dan? Is dit een huis van iemand of zo? Een soort van boomhut. Ik weet niet hoe ik er kom. Kom ik er zo? Oh ja. Kijk nou. Een geheime boomhut. Dat is wel super tof. Maar wat is dan de logische route hoe je hier zou moeten komen? Dat zie ik niet echt. Zien jullie? Oh ja, hier. Oh wow, dit is wel heel cool. Dat is echt een geheim iets. Waarschijnlijk moet je dan hier... Hoe zou je erop moeten komen? Oh, je kan hier gewoon omhoog. Dus ga je hier omhoog. Down, 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 down. Via de zijkant. Langs de vines omhoog. Naar de geheime kamer. Wow! En dan ben je er. Dat is wel cool. Ik zal even een torch neerzetten, want het is een beetje donker. Hupsakee. Ik vind hem heel dope. Je hebt echt zo stinky. Hoewel je een beetje stinky bent in je naam. Vind ik dat je het heel dope hebt gedaan. Je hebt een hele leuke sfeer neergezet. Je hebt leuke dingen neergezet. Je hebt... Ja, die kledingkast voor Echo. Die was echt sick, man. Die was echt heel sick. Dus daar in ieder geval een hele dikke shout-out voor. Vind je dat nou ook leuk en wil je ook een eigen skyblock? Dat kan op play.dodecraft.nl. Is helemaal gratis. Je kan helemaal gratis skyblock maken. En dan heb je alle features. No problemo. Dus kom gezellig langs, zou ik zeggen. Vergeet zeker niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. Morgen om 7 uur 's ochtends komt er weer een nieuwe video. En vandaag om 5 uur 's middags. Dan ga ik
mijn verjaardag verder vieren. Vandaag, voor jullie dus. Voor mij morgen. Gaat super leuk worden. En dan zie ik je heel graag volgende keer bij een nieuwe video. Tot volgende keer, mensen. Ciao.